de inleiders van deze middag. En daar hebben zich bijgevoegd Helene Dupuy, Ethica. Je had het heel speciaal, hè? Dokter in de godgeleerdheid. Dokter in de godgeleerdheid en senator in de Eerste Kamer. Job Cohen, burgemeester van Amsterdam. Piet Hein Donner, voormalig minister van Justitie, nu Kamerlid voor het CDA. En Wim van der Donk, hij heeft u al toegesproken. Hij is voorzitter van de WRR. Wat gaan we doen in dit gesprek? U bent getuige, u mag helaas niet deelnemen. Al zit u natuurlijk te popelen. Maar we stoppen expres om 16:30, zodat u daarna dan nog even tijd heeft om in ieder geval met elkaar van gedachten te wisselen. Maar met 6 deelnemers hier op het podium wordt de tijd anders echt te kort. Wij hebben als doel om met dit gesprek een helderder zicht te krijgen op de verschuivingen die zich voordoen als het gaat om religie, en dan met name religie, in het publieke domein. Hoe zit dat hier in Nederland? Wat merken we van die verschuivingen? Waar doen die zich voor en wat voor lastige problemen levert dat op? Want alleen omdat er problemen af en toe zijn, praten we erover en bent u ook waarschijnlijk in zo'n grote getalen gekomen. Dan willen we vervolgens een eerste uitwisseling van ideeën hebben over de vraag of de traditionele benadering van de scheiding tussen kerk en staat nog wel voldoet. Of die nog wel voldoende spankracht heeft om het ook in deze tijd vol te houden en van waarde te zijn. Of dat die misschien in enige richting moet worden omgebogen of opgerekt. Dat zijn de onderliggende doelen van dit gesprek. Maar wat we eerst willen proberen is om een lijn te trekken van de beide inleiders naar de Nederlandse situatie. En dat wil ik om te beginnen doen aan de hand van iets dat Hans Joas heeft gezegd. Hij heeft gezegd dat godsdienst welvaart bij geleefde en beleefde pluraliteit. En het lijkt erop, als ik de inleiding van Wim van der Donk goed heb beluisterd, dat pluraliteit in ieder geval welig tiert in het godsdienstig religieuze landschap in Nederland van dit moment. Misschien wel weliger dan ooit. Dat is denk ik ook de reden, onder andere, dat we er weer over zijn gaan praten. Een andere reden, die is niet door Joas zo benoemd, maar die is zeker ook van belang, is de aanwezigheid van met name 1 godsdienst in Nederland in een omvang die nooit eerder was voorgekomen, en dat is de islam. Die 2 dingen bij elkaar, daar zou ik eens even de geachte panelleden over willen horen, of dat inderdaad bij elkaar genomen iets van een reden biedt waarom het nu weer zo'n actueel thema is. Helene Dupuy. Zeker wat betreft het tweede punt, het feit dat hier in ons land zoveel mensen zich gevestigd hebben die een godsdienst beleiden die geen enkele ervaring heeft met de verlichting, die ook niet is gegroeid in de boezem van de verlichting, zoals natuurlijk de godsdiensten in onze landen wel hebben gedaan. Het christendom is vanaf het begin van de 18e eeuw in hevig gesprek met de verlichting. En je kunt zeggen, het arrangement wat wij nu hebben, inclusief de scheiding van kerk en staat, die, zoals gelukkig gezegd is, een buitengewoon goed arrangement is, dat arrangement hebben moslims niet meegemaakt. En ik denk dat het grootste deel van de problemen waar wij, om even gelijk je vraag direct te beantwoorden, waar wij mee zitten, daarmee te maken hebben. Dat er een godsdienst is die van die verlichting te weinig weet heeft. En de vraag is dus wat we daaraan moeten doen. Want het lijkt mij een buitengewoon groot probleem dat wij niet op onze gedeelde ervaring kunnen terugvallen. Wat de eerste betreft, dat wij nu pas daarover praten. Volgens mij hebben wij al 4,5 eeuw ervaring met het omgaan met elkaar in arrangement van kerken en scheiding van kerk en staat. En ik heb altijd het idee gehad, ook toen ik dat bestudeerde als theoloog, dat eigenlijk in Nederland best goed gelopen is. Tot nu. Tot nu. Wim van der Donk, even misschien een eerste reactie op zowel de vraag als op wat mevrouw Dupuy zegt. Nou ja. De WRR trekt het wat breder. Om niet te zeggen dat de islam eigenlijk nog niet echt zo heel erg genoemd is in de inleiding. Ja, dat was een rapport op zichzelf, laat ik maar zeggen. Kijk, ik denk als we maar openstaan voor die idee dat je ook van de islam wat zou kunnen leren als verlichte geest.
Want ik denk dat Hélène de Puy wel terecht wijst op een traditie van een actieve verbinding tussen religie en publiek domein, onder condities van een overheid die op een gegeven ogenblik niet meer voor één van de partijen partij koos, maar ruimte gaf aan anderen. Ik zou overigens willen opmerken dat die praktijk, laat ik zeggen, na 1917 aanmerkelijk verbeterd is. Dus dat we helemaal terug moeten gaan naar de eeuw van de verlichting lijkt me niet. We hebben met ons verzuilde model een manier gevonden om te erkennen dat ook andere levensovertuiging dan die in het huis van de staat gevestigd was, ruimte in de samenleving kreeg. Dus om die oppositie tussen verlichting versus al het andere te maken, zou ik alleen maar willen accepteren onder conditie dat ook de verlichting kan leren van de aanwezigheid van religie in de samenleving. Dus ik wil die oppositie maar meteen voeren. Ik vind het een beetje al te gek als de verlichting, als de norm waaraan anderen zich moeten aanpassen zou worden gezet. Het is een interessante dialoog tussen die twee. Ik denk dat Joas heeft laten zien dat ook in de sfeer van de religie zelf ontwikkelingen zijn die die religie zelf doen ontwikkelen, een plek in de samenleving geven, die voorbij komt aan het moment dat zo'n religie een soort alleenrecht en een monopolie claimt. Dat was heel duidelijk de boodschap die we uit het verhaal van Joas hebben gehoord. En die vanuit verschillende routes, de verlichting is er één, maar niet de enige, zich ontwikkeld heeft. Dus het zou me te makkelijk zijn om de verlichting als de enige marsroute naar de verlichting te zien. Jammer. Job Cohen. Ja, nou, het is zonder enige twijfel naar mijn gevoel zo dat de islam daar een rol in speelt. Maar dat lijkt mij de helft van het verhaal. Ik kan mij zo goed voorstellen dat de andere helft ook een gevolg is van de ontwikkeling van, ik zeg het nou wel heel breed en heel ruim, maar vooruit maar, van het christendom in ons land. En waarin je ziet dat als het ware verkruimeld is. Ook een gevolg van heel veel christenen die zich op een gegeven ogenblik zijn gaan afzetten tegen de kerk. Daar hun eigen seculariteit aan hebben ontleend, maar daar ook heel veel mensen in hebben meegetrokken die vervolgens, omdat die kerk niet meer die rol speelde die die vroeger heeft gespeeld, zich geweldig vervreemd zijn gaan voelen. En die vervreemding, die is helemaal niet opgelost door een groeiende economie of door andere vormen van waarin mensen zich thuis hebben gevoeld. En dat heeft geleid tot een nieuwe zingevingsvraag van waar dient dat nou allemaal toe? En waarbij die vraag niet meer op eenzelfde manier beantwoord kon worden zoals vroeger. En ik denk dat dat minstens evenzeer een reden is voor de terugkerende vraag van wat is nou de rol van religie in onze samenleving? Met name voor diegenen die op de een of andere manier niet op hun eigen seculiere benen kunnen staan. Ja. Piet Hein Donner, een herkenbare analyse? Ik heb er nu drie gehoord. De laatste wil ik nu even vanwege de christelijkheid. Ik denk, althans, dat is de ene kant om het neer te zetten. Ik denk inderdaad dat de islam heeft er iets mee te doen. Vooral met gevoelens van een zekere bedreigd zijn in een eigen identiteit. Dat herken ik ook heel duidelijk uit de inleiding. Maar dat aan de tweede kant, de ene kant is inderdaad de ontwikkeling van de kerken. Ik zie het ook anders, dat verlichtingsdenken, het geloof dat je met verstand tot waarheid en werkelijkheid komt, het geloof in vooruitgang, dat voor grote groepen mensen geen bevredigend antwoord, geen bevredigend geloof meer is. Dat betekent niet dat men terugkomt bij de andere kerken, bij de bestaande kerken, maar wel dat die brede vraag er blijft. Daarom denk ik inderdaad dat de stelling van Joas, geloof is er om te blijven, religie is er om te blijven. En vervolgens is de vraag van hoe zal ik daar nu mee om moeten gaan? En ik denk inderdaad dat de traditionele wijze waarop wij met de scheiding van kerk en staat opgingen, dat die heel wel levensvatbaar is. Alleen ik constateer in de afgelopen 10, 20 jaar juist een verschuiving en een steeds fundamentalistischer uitleg van de scheiding van kerk en staat. Die betekent dat allerlei zaken teruggedrongen worden en dat in wezen je dan weer terugkomt bij dat oude denken. En daar zie je, met de islam word je daar sterk mee geconfronteerd, met die oude vraag
moeten we in onze religie, ons geloof, homogeen zijn om als samenleving te kunnen functioneren? Of kun je je zekere verschillen permitteren? Dat hebben we gekund, maar het betekent wel dat ik daaromheen een heel nauw netwerk van afhankelijkheden moet scheppen, van betrokkenheid, om die verschillen te kunnen weerstaan. En het grootste gevaar wat je nu ziet in Europese samenlevingen is dat een aantal scheidingen in de samenleving, sociale scheidingen, etnische scheidingen, samen gaan vallen met de scheidingen in geloof. En dat is een heel gevaarlijk mengsel. Maar begrijp ik goed als u zegt dat de eerste reactie van de overheid, zeg ik nu maar even, op de veelheid aan vormen waarin religie nu tot ons komt, is of lijkt te zijn een soort krampachtig terugdringen in homogeniteit? Althans, dat is de reactie van overheden door alle eeuwen altijd geweest. Het gevoel te krampachtig vasthouden aan wat hadden we. En we hadden het toch zo goed met elkaar. Ja, er komt een verandering op een gegeven moment. Ook met 1 miljoen moslims hebben we de islam hier om er te zijn en om te blijven. En zullen we opnieuw, en die islam herkent een heleboel van wat wij verlichting noemen, wat wij modern noemen, als een vorm van geseculariseerd christendom waarin ze zich niet herkennen. Job Cohen, eventjes. Een van de stellingen, zou je kunnen zeggen, van vandaag is dat religie niet verdwijnt, maar van karakter verandert. Kunnen we daar eens wat concrete voorbeelden, bijvoorbeeld die u in uw eigen werkveld tegenkomt, van bij de kop pakken? Of misschien om te beginnen maar eens even 1. En dan gekoppeld aan de vraag op wat voor soort moeilijkheden dat dan stuit of waar u dan mee geconfronteerd wordt. Nou ja, dit, om dan nog weer even aan te sluiten op wat ik net heb genoemd, die verkruimeling die zie je in een stad als Amsterdam om je heen waren. Kijk naar Amsterdam Zuidoost, waar in allerlei keldertjes of parkeergarages mensen samenkomen om daar hun eigen vorm van geloof te volgen. Kijk ook naar allerlei vormen van islam die dus in de stad ook opkomen. En waarbij je dus opnieuw ook als overheid je positie moet bepalen hoe je daar nou ten opzichte je van al die verschillende soorten geloof staat. En om dat nog weer wat ingewikkelder te maken, dan zie je ook dat in dat soort gemeenschappen. Maar waarom is dat dan lastig? Waar wordt het dan lastig? Je ziet dat omdat er dan niet alleen maar het geloof beleden wordt, maar dat daar ook bijvoorbeeld aan taalkursussen gedaan wordt. En dan is weer de vraag die dan opkomt in het kader van scheiding van kerk en staat, van wat moet je daar nou mee? Moet je daar nou vooral ver van weg blijven omdat dat kerk is? Of zeg je daarvan, nou nee, dat is ook een maatschappelijke ontwikkeling die prima is en dan bemoei je ermee. En dan, nou ja, dan leidt dat dus weer tot de vraag, inderdaad tot de vraag, hoe zie je dan die scheiding tussen kerk en staat? Ja, ja. Wim van der Donk, hevig knikkend. Nou ja, ik sprak laatst, in het kader van dit project hebben we veel met wethouders, lokale bestuurders gesproken over wat is er aan de hand. Want dat is natuurlijk dat is wat de eerste vraag is die je wilde stellen. En interessant om te zien dat een aantal wethouders inderdaad heeft gemeld dat er een enorme kramp zat in de relatie tussen op lokale niveau, tussen kerken, in welke vorm dan ook, en overheden. Dat ging tot de mooiste anekdote die ik hoorde, was een wethouder die zei, de ambtenaren kwamen de post van de kerken gesloten op mijn bureau leggen met de mededeling dat die niet hoefde worden te opengemaakt, want we hadden scheiding van kerk en staat. En ze zei, ja, op een gegeven moment zijn we toch die post maar eens opengemaakt en dat leidt tot een soort ontspannen omgangsverhouding naar die. Maar het is nog steeds zo dat onder invloed van soms heel fel gevoerde principiële debatten over wat nu kan en niet kan, ook ambtenaren onzeker worden. Van, nou ja, het voorbeeld van Job Cohen. We zijn mede op zijn initiatief in Amsterdam met de projectgroep eens gaan toeren. We hebben veel van die kerken gezien. We zijn overal in Amsterdam geweest. Heel subtiel had hij ons de eerste migrantenkerk, de Portugese synagoge, laten zien. Daarna zijn we overal in Amsterdam verder geweest. De Dominicuskerk met een te lage toren, omdat die niet zo hoog mocht worden. En dan zie je dat er heel veel herhaling zit in die oude vragen. Hoe geef je die relatie adequaat vorm? En ik denk dus dat het ook niet zo de vraag is dat we moeten dat we opnieuw een aantal principes moeten vinden. Want een aantal van die dingen, die weten we wel. Maar het gaat ook om de vraag, hoe geef je ze nu vorm in die hele andere samenleving waar we terechtgekomen zijn. En ik vind eigenlijk de praktijk op het lokale niveau veel interessanter en inspirerender eigenlijk. Maar ik zie wel
En daarom is het onderwerp toch ook niet helemaal bestuurlijk onschuldig. Dat er veel onzekerheid zit van tot hoever kun je daar gaan, wat kun je nou wel en wat kun je nou niet doen. En dat geldt overigens zowel de kerken als de overheden. Beide hebben verleerd met elkaar om te gaan, zou je kunnen zeggen. En je ziet een nieuwe poging om dat weer te leren. En zo'n debat als wij vandaag hebben zou misschien bij kunnen dragen aan kennis over wat daar in ieder geval wel en niet interessant aan is en zou kunnen, hopen wij. Helene Dupuy? Ja, de vraag is, wat is er nou zo moeilijk? Als je je realiseert wat het bazaal vertrekpunt is waar wij uit handelen met elkaar. Als mensen met hele verschillende levensbeschouwingen en religies en wat het allemaal voor naam mag hebben. Ik denk, en ik ben het dus helemaal niet met Pieter en Hein Donner eens, dat die verlichting daarbij een bijrol speelt. Toegegeven, de verlichting biedt geen zingeving, daar ben ik het met je eens. Maar de verlichting in zijn concept van de scheiding van kerk en staat en de democratische rechtsstaat, met alles wat dat impliceert, tolerantie, en dan betekent tolerantie weer alleen voor het handelen, voor het denken en niet voor het handelen. Dus een heleboel zit eraan vast, maar als je dat basisconcept van de democratische rechtsstaat met een afwezigheid van een godsdienstig monopolie, met ruimte voor pluriformiteit, als je dat echt serieus neemt, dan weet je als overheid volgens mij best goed wat te doen. Mits je maar zelf geen monopolie claimt, nou daar heeft onze overheid volgens mij helemaal geen last van. En waarom zou je mensen die met hun eigen groep in hun eigen godsdienst bezig zijn met dingen niet helpen, mits je het maar niet verabsoluteert. Dat is toch het basisprincipe. Ik vind het principe waaruit je denkt zo helder, dat je eigenlijk naar mijn idee het steeds weer zou moeten realiseren. Wat betekent het eigenlijk, scheiden van kerk en staat? En wat doen we daar dan mee? En dan volgens mij ben je dan ook haast nog vrijer als overheid om hier en daar initiatieven te steunen. Dat geeft allemaal niet, mits je de hoofdlijn maar in de gaten houdt. Maar we zitten hier vandaag omdat er blijkbaar reden was om iets te problematiseren. Ik ga nu toch even naar de twee overheden. Die hier ook niet voor niks zitten, denk ik dan. Eerst maar even dan de landelijke. Pieter en Donner. Want waarom is het toch de moeite waard om hier heel goed over na te denken en over te praten? Nou, in de eerste plaats, en dat beluister ik ook, de eerste stelling van Helene Dupuy was het verlichtingsdenken en de vraag van godsdienst in de samenleving. Dat was één zaak. Dat wij op het terrein van het staatsrecht een aantal beginselen hebben en die zijn vaak al ouder dan het hele verlichtingsdenken. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat we daarom het niet plotseling een kwestie is van we moeten weer totaal iets nieuws gaan bedenken. Maar inderdaad is er mede onder de invloed van de groei van de islam, maar mede onder invloed ook van die vraag naar zingeving, is er een druk bij de overheid komen ontstaan om enerzijds zich een grotere afstand te scheppen met alles wat oogt naar godsdienst. We hebben een heel debat gehad of we het randschrift God met ons nog wel op de euro zouden moeten hebben of dat we dat niet zouden moeten hebben. Kortom, het zit, en ik zeg niet dat zijn nu de grote vragen waar we voor geconfronteerd worden, maar het zit wel in dat soort zaken waar dan de indruk wordt ontstaan van er moet een grotere scheiding zijn. Als overheid. Ja, maar dan schrok u zeker behoorlijk van de kop in Trouw van vanmorgen. WRR zegt overheid moet aan zingeving gaan doen. Ja, dat was ik waarschijnlijk een misverstaan citaat. Heeft de WRR niet gezegd? Nee, dat heb ik inmiddels ook begrepen. Maar het geeft te denken dat dus zomaar even. Kijk, het laatste wat wordt. We moeten hebben is dat de overheid zich gaat bemoeien met zingeving. Maar dat miskent niet dat een samenleving en een overheid op gedeelde waarden moeten berusten om voor elkaar acceptabel te zijn. Daarom hebben die heeft die overheid ook kerken nodig om discussies te voeren over zingeving. Dat betekent niet dat er één grote zingeving uitkomt, maar wel dat uit die discussie ook kaders komen waarbinnen ik moderne vragen over ethiek en over de techniek, hoe ik daarmee om moet gaan, kan beantwoorden. Tweede gegeven is, en daarom heb ik ook nog wel enige vraagtekens bij die discussie, religieuze pluriformiteit is goed. Natuurlijk,
totdat men te fel tegenover elkaar komt te staan. En als overheid heb ik te maken dat ik mensen ook het gevoel van bescherming moet geven tegen dreigingen. Naar beide zijden. En ik meen dat we de afgelopen periode bij grote delen van de bevolking aan weerszijden gevoelens van bedreiging hebben gekregen. En dat is een punt waar ik als overheid mij actief zorgen over moet maken. Maar kunt u daar een concreet voorbeeld van geven? Waar speelde dat bijvoorbeeld? Luister naar de discussie zoals die ook van allochtone zijde wordt gevoerd. Dat men zegt, het is niet leuk meer om in Nederland te zijn. Wij voelen ons dat we ook in onze eigenheid bedreigd worden. En nou zeg ik zonder meer, dat laat onverlet dat we zullen hier één taal moeten spreken. En we zullen elkaar moeten begrijpen. Maar er zitten op deze wijze, worden aan verschillende kanten gevoelens van bedreiging gecreëerd. Die als ze samen gaan vallen met andere verschillen, tot heilloze verschillen in de samenleving kunnen gaan leiden. En dat is mijn taak als overheid om dan in te grijpen. Job Cohen en dan Helene Puy, ja? Maar dan zou naar mijn gevoel wel het allermooiste zijn als je over een breed front zou kunnen komen tot een acceptatie van die pluriformiteit. En daar zou je wel als overheid op de een of andere manier een actieve rol aan kunnen spelen. En ik denk ook dat je dat bedoelt. Maar dan nog even terug ook naar die scheiding van kerk en staat. Het zijn vijf woorden, maar je kan ze op totaal verschillende manieren uitleggen. Kijk naar de manier waarop het in Frankrijk gebeurt, die zo totaal anders is dan de manier waarop wij dat tot nu toe altijd in Nederland hebben gedaan. Waarbij ik een grote voorkeur heb voor de manier waarop het in Nederland gebeurt. Waarbij je wel een verbinding legt tussen kerk en staat, maar wel met instandhouding van het feit dat je dat de kerk sommige dingen niet moet doen en dat de staat sommige dingen niet moet doen. Dus ik vind de uitleg en de manier waarop wij dat doen en waarbij je ook allerlei financiële middelen toch ter beschikking stelt. Kijk naar het manier waarop we ons onderwijs hebben georganiseerd. Financiële middelen ter beschikking stelt om je kinderen op een bepaalde manier op te voeden. Met inachtneming van de vrijheid van godsdienst daarin. Alles vanzelfsprekend binnen de hele rechtsorde die je hebt. Dat vind ik wel een manier en ook een manier die ons ook daarin verder kan helpen. Dat neemt niet weg dat je dan... Maar staat die manier onder druk op dit moment? Want dan hoorde ik Piet Hein Donner eerder. Ja, zeker staat die onder druk. Ja. Die staat onder druk als je dus meer in de richting van die Franse uitleg gaat, waarin je zegt dat kerk en staat echt niets met elkaar te maken moeten hebben. Dan is dus ook financiering van allerlei taken die niet rechtstreeks, maar wel indirect te maken hebben met de kerk, is dan onmogelijk. Dat is bij ons wel mogelijk. En dan nog kom je nog weer voor vragen te staan, die dan ook misschien weer niet wereldschokkend zijn, maar in de praktijk toch buitengewoon lastig, of je nou wel of niet aan gemengd zwemmen moet doen. Maar er is één geruststelling, dat als je de scholen niet meer subsidieert omdat ze religieus zijn, je vervolgens vierkant in de val van de discriminatie vanwege geloof valt. Dus dat hebben we ook alweer geregeld, bedoelt u te zeggen. Mag ik nog even... Er is eigenlijk nog steeds niet zoveel aan de hand, krijg ik de indruk. Helene Puy. Nou, het is natuurlijk wel iets aan de hand. En als Piet Hein Donner zegt, nou, hij zal het zeker goed gezien hebben en goed gevoeld hebben, voelen mensen zich onzeker, prettig en bedreigd. En de vraag is, wat is daar dan aan de hand? Dan zou je echt over moeten doordenken. En ik probeer met een voorzetje te kijken of we één stap verder kunnen komen. Ik zou in mijn ogen wel eens zo kunnen zijn dat wij een onjuist beeld hebben van wat in dat kader van die pluriformiteit begrippen als tolerantie en vrijheid van godsdienst eigenlijk betekenen en hoe ver die eigenlijk gaan. En als ik een analogie leg met mijn vak de ethiek, daar is het heel duidelijk dat je als je praat over tolerantie, tenminste dat is een veel verdedigde visie, dat tolerantie gaat over... wat mensen zeggen. Dus het gaat over de beliefs, wat mensen denken. En het zou ook, je zou kunnen zeggen, die pluriformiteit, die moeten we sowieso accepteren als het gaat om wat de mensen denken, wat hun beliefs zijn, maar niet als het gaat om hun handelen. Daar past geen tolerantie, want dan krijg je weer de structuur van de democratische rechtsstaat, die als het ware de grenzen aangeeft van wat mensen vrij staat om te doen. En maar als mensen nou denken dat ze moeten gaan handelen... Ja, maar dan moet je als samenleving zeggen, luister eens. Natuurlijk, mensen willen altijd handelen, maar het handelen staat niet zo vrij als het denken. Dat lijkt mij, nou, het is gewoon een vraag en de WRR gaat er nog op door. Ik zou
heel graag dat eens nader willen exploreren. Of daar niet een bazaal punt ligt. Wij hebben respect voor elkaars geloof. Maar het handelen wat eruit voortkomt, dat hoort gewoon onder de toets van de democratische rechtsstaat met zijn wetten te staan. En als je dat serieus neemt, dan heb je volgens mij, ik probeer alsmaar oplossingen te vinden, heb je volgens mij toch een bewandelbaar pad. Waarbij je mensen wel in hun waarde laat, want dat willen we natuurlijk allemaal. Maar ook bij bepaalde handelwijzen kunt zeggen, nee, dat niet, om die en die en die redenen. Dus voor mij is het evident dat dingen die niet worden toegestaan door onze wetten, dus ook niet getolereerd hoeven te worden, ook niet in het kader van vrijheid van godsdienst, ook niet in het kader van pluriformiteit en scheiding van kerk en staat. Piet Hein Donner, ik kreeg de indruk dat op grond van wat u net zei, u bedoelde dat de pluriformiteit met name onder spanning komt te staan als denken en handelen te veel in elkaars verlengde gaan liggen. Want dan gaan groepen elkaar gewoon echt bestrijden en niet alleen met het woord. Is dat, heb ik u daarin goed begrepen? Het is inderdaad dat aspect voor een deel. Kijk, we hebben van ouds altijd de vrijheid van mening, het hebben van een mening, onderscheiden van de vrijheid van godsdienst. Dat is omdat godsdienst niet alleen een kwestie van mening is, maar van de integriteit van de persoon, van het handelen en het doen. En ook die godsdienst tot uitdrukking kunnen brengen in je handelen. En godsdiensten hebben een gevolg dat dat kan leiden tot ook maatschappelijk handelen. Tegelijkertijd, en dat, laat me je wel wezen, daar berust de Nederlandse staat voor een deel op, via het plakkaat van verlatingen, dat we zeggen, luister eens, vorsten hebben op een goed moment ook te respecteren het handelen van hun burgers als dat uit geloof voortkomt. Dat is de ene kant. De andere kant is inderdaad, we kunnen niet een systeem hebben waar burgers vrolijk zeggen, ja, de wet zegt dat wel, maar van mijn geloof doe ik het anders. Dat is de keerzijde, want dan kan iedereen zijn eigen menu kiezen van waar hij zich aan houdt. Dat impliceert dat ik aan de ene kant wel inderdaad dat uitgangspunt moet houden, en zeker in een democratie, luister eens, de wet zullen we moeten respecteren. Maar dat vergt aan de andere kant respect van die wetgever voor die zaken die samenhangen, het handelen, dat nauw samenhangt met geloof. Omdat je dan, anders dan bij meningen, mensen in hun diepste essentie raakt. Dat is waarom we ook altijd uitzonderingen hebben gehad voor dienstplicht als het om geweten ging, voor inentingsplicht als het om geweten gaat. Als de voedseldiensten, de keuringsdienst van waren, plotseling gaat zeggen, luister, kosher eten mag niet meer, want het voldoet niet aan onze normen, dan hebben we een probleem. Ook als de meerderheid dat wel zegt, derhalve meerderheden hebben dan de minderheden in hun specifiek godsdienstige belevingswereld ook te respecteren. Tot op zekere hoogte. Altijd, althans. Dat is een typisch Nederlands antwoord. Ja. Ik ga even naar Wim van der Donk, want dat is de aanstichter van deze bijeenkomst, zeg ik nu maar even. Hebt u het gevoel dat u aan het luisteren bent naar een gesprek dat inderdaad op dit moment gevoerd moet worden en kan worden, of had het ook 10 jaar geleden plaats kunnen vinden, dit gesprek? Waar zit de nieuwe angel, zeg maar? Nou, waarschijnlijk 10 jaar geleden ook wel. Alleen, nu is het wel goed, Joas heeft erop gewezen, Wolf op zijn manier ook, dat precies op dit hele principiële en belangrijke en delicate punt, meningsuiting, godsdienstvrijheid, denken, handelen, dat berust op een eeuwen opgebouwde traditie die in het staatsrecht en in onze constitutionele teksten de hoogste graad van bescherming verdient, in een samenleving waarin allerlei nieuwe vormen binnen bestaande patronen van religie en daarbuiten ontstaan, waarbij je wellicht de rechter die moet afwegen in belangen, die vraag moet stellen, geconfronteerd met compleet andere verschijningsvormen, die misschien de principes niet zelf veranderen, maar wel de toepassing van dat soort principes in een ander daglicht kunnen zetten. Ingewikkelde afwegingen worden nu al herkend in de jurisprudentie, waar rechters moeten bepalen wat eigenlijk een legitieme, op grond van een gewetensvrijheid verrichte handeling is. Er komen wel nieuwe problemen aan. Je moet onderhoud plegen. Ik denk niet dat het zo is dat we, ik denk dat we het daar gauw over eens zijn, de belangrijke beginselen in dat constitutionele recht, dat zou ook nogal hoovaardig zijn, dat we denken dat in onze tijd dat allemaal anders moet.
Maar ik ben ook een beetje ongerust over de vraag. Nou, het komt af en toe voor. Ja, maar dat ging over het staatsrecht, ja, een beetje de constitutie. Maar ik denk dat het wel nuttig is dat, en dat is eigenlijk vanuit de WRR in ieder geval de waarneming, dat een overheid het in ieder geval niet kan maken om niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen die zich in dat domein van religie en de verbinding met maatschappelijk handelen voordoen. En wat wij hebben geconstateerd in veel gesprekken is toch dat vanuit die seculariseringsthese waar Joas over gesproken heeft, eigenlijk er een soort van intellectuele terugtocht uit dat domein was. En dat de vragen naar de ingewikkeldheden rond dit soort moeilijke afwegingen voor een deel niet meer adequaat werden gesteld, nog beantwoord door het feit dat men simpelweg niet op de hoogte was van de nieuwe ontwikkelingen, überhaupt van de ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van religie. Dus dat is alleen al een reden om er zo af en toe eens opnieuw over te spreken, om bijvoorbeeld die vraag te kunnen beantwoorden wat bijvoorbeeld de relatie tussen voedsel en religie betekent voor de in toenemende mate gereguleerde voedselmarkt. De overheid treedt, vanochtend hebben we in de Raad een discussie gehad over ons rapport over veiligheid. Een van mijn collega's Gerard de Vries herinnert nog zijn opmerking dat je ziet dat de mate waarin de overheid risico's definieert, ze oprukt in de samenleving op domeinen die tot nu toe op het domein van de persoonlijke vrijheid hoorden. Nou, dat leidt tot allerlei nieuwe lastige vragen. De stelling is alleen, WR heeft dit debat niet georganiseerd of dit gesprek of dit onderzoek om aan het staatsrecht te morrelen, dat doen anderen dus wel. Wij zijn er om de goede vragen te stellen over die in de toekomst op ons af kunnen komen op dit domein. En daar is echt alle reden voor om het gewoon goed bij te houden. En om het debat dus niet 10 jaar geleden, maar ook nu en waarschijnlijk over 10 jaar weer te voeren. Cohen? Oorspronkelijke vraag. Ik geloof eigenlijk helemaal niet dat dit debat 10 jaar geleden gevoerd op deze manier gevoerd had kunnen worden. Eigenlijk zou je de vraag aan de heer Joas moeten stellen of hij zijn verhaal 10 jaar geleden zo gehouden zou kunnen worden. Ik denk van niet. Want ik weet nog wel toen ik 5, 6 jaar geleden bij mijn eerste nieuwjaarsrede in Amsterdam, toen ik net benoemd was als burgemeester, zei dat geloof dat dat een belangrijk onderwerp was. Toen was de wereld te klein. Nou, niet de wereld te klein, maar wel het concertgebouw waar het gehouden werd. En nu de nieuwe kerk bijna in Den Haag. Dus het is nog steeds verrassend. Are you still with us or are you beginning to feel like aliens looking at a strange planet? Could you have held your speech some 10 years ago in the same way, with the same passion? Same power of convincement? I mean, I would not deny that something has changed in the public in the last 10 years, but the point in principle could have been made 10 years ago as well. What has changed, I think, is the general mood in this regard. Namely, first, we see more and more modernization in parts of the world that do not belong to Europe or North America, and we witness that the expectation that secularization goes along with modernization there is not correct. And on the other hand, people recognize more and more that there is a certain vitality of religion even in Europe. So the more abstract point could have been made 10 years ago, but the reason why so many people come to such discussions, for example, they are more recent. Alan Wolf? Well, 10 years ago, the New York Times did not have a single reporter specializing in religion. 10 years ago, the political science profession had no real scholarship dealing with religion. 10 years ago, a friend of mine came up for tenure for permanent employment at a prominent university in the American Midwest, and her field was the sociology of religion, and she was told that she shouldn't call herself that. She should call herself a sociologist of organizations, and then she might get tenure, and that university was the University of Notre Dame. So we've come a long way. The New York Times now has 6 full-time reporters who cover religion, and as was mentioned in the introduction, I'm chairing a task force of the American Political Science Association on religion. So it's been a total transformation just in 10 years. I actually worry that we now pay too much attention to religion. Now the New York Times, if it runs a story about an amusement park
it'll be about religion. Or if it runs a story about stamp collecting, they'll find a religious angle. And so we've never seemed to get the perspective right. I just wanted to take this opportunity to remind you that there are some very important things that take place, and religion really isn't part of it. And I think this was also said in the discussion. When we talk about immigration, for example, there's an obvious religious dimension, but there's a huge dimension that involves employment and unemployment, a huge dimension that involves education, and so on. And I know I'm just repeating what was said earlier. Thank you. I'm going back to Dutch now. Het voelt een beetje onbeleefd, maar het is afgesproken, dus het is verder niet erg. Even naar die kopping trouw weer vanmorgen. Die was natuurlijk wat overtrokken. De overheid moet aan zingeving gaan doen. Maar Piet Hein Donner, u leverde onlangs een bijdrage aan een bundel. Waarin u zei, zonder geloof geen democratie. En zonder religie gaat het niet goed. Laten we even die kant van de twee poot benaderen. Wat bedoelde u daarmee? Nou, dat is inderdaad is dat de keerzijde van het geheel. Dat je constateert, en dat is in wezen ook net door mevrouw de Vie aangegeven, dat die hele constellatie van overheid, democratie, rechtsstaat die we hebben, berust op een aantal waarden die we in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. Die waarden komen in een wereld die steeds opener is, die pluriformer wordt, maar waar ook alle culturele invloeden zijn, komen die onder druk te staan. Een overheid kan niet weer andere waarden gaan geven. Dan komen we regelrecht in een totalitair systeem. Derhalve heeft die overheid er belang bij dat instituties, dat die samenleving door debat die waarde blijft voeden, ook voor nieuwe vragen. Want dat is de poot die je ziet, namelijk dat inderdaad vragen van zingeving in deze wereld steeds belangrijker worden. En dan moeten er antwoorden zijn, want anders zoekt men het ook in politiek extreem gedrag. Aangesproken door het slot van de lezing van Hans Joas, waarin hij zei dat net zoals gelovigen altijd bereid moeten zijn om hun eigen geloof weer ter discussie te stellen, ook secularisten als het ware weer bereid moeten zijn om naar zichzelf te kijken, omdat, ik zal het nu even in het Engels doen, zodat iedereen weer even with us is. So secularists have to be willing to see signs of religious protest as indicators for a less than convincing appearance of a political and social order. Nee, dat is ook de stelling in die bijdrage die ik heb. Ik zeg, geloof het, dat je van bepaalde existentiële uitgangspunten uitgaat die je niet kunt bewijzen en die je niet verder kunt beredeneren, dat gaat iedereen. Dat is ieder handelen. Derhalve, essentie is inderdaad dat ook, noem het het verlichtingsdenken, accepteert dat men uitgaat van geloofsuitgangspunten en dat dat een gelijkwaardig debat is. Mijn tweede stelling op punt van zonder religie gaat het niet goed, is inderdaad de stelling omdat ik zeg, een van de wezenlijke elementen als het gaat om vragen van goed en kwaad, is dat ik dan ook de bijdrage moet hebben om van buiten de mens naar die mens te kijken. Net zoals ik dat geloof heb dat de mens voldoende is voor zichzelf, heb ik dan het geloof van een aanknopingspunt buiten die mens om dat debat te kunnen voeren. Vandaar mijn twee stellingen. Ja. Zonder geloof geen democratie. Ik zie twee mensen die willen reageren. Ja. Hans Joas? I would like to say something on this point. I personally would not say... Heeft geen... Without religion, no democracy is possible. I would reformulate that in the sense of, let's say, without shared pro-democratic values, whatever their basis is, a democracy is difficult or impossible. But of course, you can have a kind of anti-democratic religious consensus in a society that does not make
democracy easy or possible, and it can be a situation without any shared values, and that is also difficult then. But I mean, my most important point would always be, you know, I wrote a book in German about that is called Do We Need Religion? That what do you do with this insight, let's say, if you come to the conclusion that democracies presuppose religion? Who can become religious because he has understood that it would be good for democracy? Nobody. So in that sense, it has no consequences. If one, no pragmatic consequences is that, or the only possible pragmatic consequence would be a kind of instrumentalization of religion then, now a pro-democratic instrumentalization, but that is not a good thing either, I would say, since I am against all political instrumentalizations of religion. But then it got lost in the translation, because indeed I said without shared beliefs, without certain beliefs, no democracy is possible. Without religion, you can't have a discussion on what's right and wrong. Okay, yes. Right, now we are on one level again. Thank you. Helene Dupuy. Ik wou graag nog reageren op Piet Hein Donner. En mijn vraag aan hem is, begrijp ik het zo dat hij de rol van religie, godsdienst, ook zo ziet dat debatten voortkomend vanuit een religie toegelaten kunnen worden in het publieke domein? Want dat zou iets zijn waar ik mij heel ernstig tegen zou verzetten, hoewel het belang van religie... En wat is dan bijvoorbeeld een schrikbeeld wat u zich daarbij voorstelt? Dat je dus zegt, ik stem op, laat maar even in de politiek vertalen, ik ben hier voor of tegen omdat God het wil. Dat kan dus nooit een argument zijn. He, want je ziet als gelovige er zelf op of jij denkt dat God zo wil. Dus het is al een heel oud verhaal van Plato, het voert te ver om daar nu op terug te komen. Maar het zou volgens mij, en dat wil ik gewoon checken bij Piet Hein Donner, of hij dat nou bedoelt, dat je dat zou mogen zeggen in een politiek of een publiek debat als het gaat over die beslissingen om wat dan ook. De sluier, de boerka of alle andere moeilijke dingen waar Wim duidelijk op doelde. Is daar nou een argument ontleend aan een van die godsdiensten die wij in pluriformiteit met elkaar respecteren? Is dat nou toelaatbaar? Ik denk dus niet. Ik denk dat je in die zin scheiding van kerk en staat strak moet houden. Dat mensen kunnen van alles beweren, maar als ze in het publiek domein over zaken gaan spreken en tot een consensus moeten komen, dat dan het religieuze argument zo vertaald moet worden dat ook voor de niet-religieus gebonden persoon een invoelbaar en acceptabel argument is. En dat wil zeggen, dan kan God daar geen rol spelen. Nog de duivel, overigens. Maar gelukkig. Piet Hein Donner. Ja, nee. In eerlijkheid, ik denk dat dat een rol kan spelen en een rol speelt. Dat mensen een politieke keuze maken op basis van dat zij menen dat het zo wil. Iets anders is, een overheid kan geen verplichtingen opleggen met het argument van God wil het. Dan zitten we inderdaad puur in theocratie. Wat jij zegt is dat voor mensen het argument God wil het voor anderen misschien minder overtuigend is. Maar dat is de hele essentie van democratie. Kan ik mensen overtuigen voor mijn standpunt? Nee, maar er is niet zo dat democratie betekent dat ik alleen maar bepaalde argumenten mag gebruiken en andere argumenten niet mag gebruiken. Ja, ik denk dus juist wel. Dan zijn we dus met de gedachtepolitie bezig. Nee, want dat betekent, dan betekent het gewoon van dat argument mag je niet gebruiken. Nee, ja, nou dat vind ik dus, in elk debat zijn er argumenten die niet toegelaten worden vanwege de setting en de arrangementen waaronder je het debat voert. Dat is heel gewoon. En dus ik wil echt persisteren, ik vind het een cruciaal punt, want ik zou echt denken dat je dan een stap te ver gaat. Ja, maar dat hetzelfde geldt voor anderen die kunnen zeggen met het argument, dit is een redelijke oplossing. Maar dan moet je toch toelichten. Dan kun je het antwoord geven, so what? Nee, dan moet je toelichten. Als je niet overtuigd bent door argumenten van het verstand. Nee, kijk, een debat. Maar Helene, eventjes, laten we dan die boerka, vreselijk voorbeeld, want te veel gebruikt. Maar goed, nog maar weer even bij de kop pakken. Of de vrouw daaronder dan, eigenlijk bedoel ik. Want die levert de argumenten als het goed is. Mag ze die sluier dan dus überhaupt niet dragen of moet ze gewoon
een heel slim ander argument bedenken zodat het wel goed is. Ik vind het eigenlijk een absoluut waardeloos argument. Ik zou hier zeggen gelijke monniken, gelijke kappen. En we hebben een wet die zegt dat je persoon niet mag verhullen in het publieke domein. Nou, dat lijkt mij dan duidelijk. Maar overigens, inderdaad, als je daarover praat kun je een heleboel argumenten noemen, maar niet dat Allah het wil. Dat is het enige argument wat niet kan. Geldt voor de christenen net zo, voor de protestanten, katholiek. Ik denk echt dat we daarover zouden moeten praten. Maar als dat nou net het enige argument is wat degene die dat zegt overtuigt. Too bad. Maar ik mag dan, toch in... En dan moet hij maar ergens anders. Nou ja, dan moeten we gewoon door praten hoe dat verder moet. Ik vind het nou niet zo'n groot probleem, eerlijk gezegd. Ik mag toch in een discussie, als het gaat over abortus of euthanasie, mag ik toch de stelling nemen, ik meen dat dat niet van God is toegestaan. En dat dat de reden is waarom ik ook moet voorkomen dat mensen dat doen. Dat dat anderen niet overtuigt, ja, maar je bent is wat anders. Maar dat zijn toch zaken, zeker over vragen van leven en dood, die neem je toch omdat je ten diepste die overtuiging hebt en niet omdat je verstandelijk er een verhaal voor hebt. Nee, maar dan gaat toch, is onmiddellijk toch de tegenvraag, maar als uw God voor mij geen rol speelt, dan is het dus een volstrekt zinloze opmerking. En daarom zeg ik van luister eens, daarom moet ik ook niet met dat argument overheidsmacht uitoefenen. Exact, dat is iets anders, want dan ben ik inderdaad hetzelfde als dat ik iemand anders, omdat ik vind dat ik uit geloof een burka moet dragen, anderen gaan zeggen... die moet jij ook dragen, ook als je het niet vindt. Daar heb ik andere argumenten in de staat voor. Maar standpunt ten diepste kies, omdat ik meen, zo zit het leven in elkaar, of dit is goed voor een mens, of dit is niet goed voor een mens. De een doet dat wil dat hij meer inkomen krijgt omdat het goed voor hem is. Anderen zeggen, ik wil hem uit bepaalde verleidingen houden. Nee, maar ik bedoel, er past een principiële terughoudendheid in het publieke domein als het gaat om je argumentatie. Dan zijn we het weer eens. Dan zijn we het weer eens. We gaan even naar een min of meer tegenovergestelde stelling. En daar ronden we dan ook mee af. Want het is nu al duidelijk dat er nog heel veel vragen liggen waar minstens de WER nog verder zijn tanden in kan zetten. Die stelling die komt uit een onlangs gehouden reden van Job Cohen. Dus ik wou graag hem ook om een toelichting vragen. Alleen een seculiere staat creëert de ruimte voor de grote diversiteit die het kenmerk is van moderniteit. Ja, ik denk dat dat zo is. Omdat zo'n staat alle mogelijke... Of nee, omdat alleen zo'n staat vrijheid van godsdienst toelaat. En dat betekent dus dat daarmee alle vormen van geloof daarin in een dergelijke staat mogelijk zijn. En in welke richting zou eventueel het denken over de verhouding tussen kerk en staat omgebogen moeten worden of verder gedacht worden, wat u betreft? Nou, dat zit hem dan weer in de betekenis van die vrijheid van godsdienst, waar Piet Hein Donner net het nodig over heeft gezegd. En ik ben daar inderdaad ook voor een hele ruime opvatting daarin. En alleen een dergelijke ruime opvatting in een seculiere staat maakt die pluriformiteit mogelijk. En ik denk dat die pluriformiteit, gevoegd bij de bereidheid om die ook te accepteren, dat leidt tot een staat waarin ook uiteindelijk ook in ieder geval de waarden van het elkaar accepteren gedeeld wordt. Ja. En dan is en het ook mogelijk. Wat is er nodig om zeg maar tot die ontspanning te komen die nodig is om dat dan te laten bestaan? Joas, Wim van de Donk. Joas heeft daarover in een mooi bruggetje naar de bundel die u straks, als u uw badge inlevert, mag meenemen. Een verhaal uit de bundel die hij noemde, Bracht en Mens Religion. Een mooi verhaal geschreven over de religie in een contingente en plurale samenleving. Hij noemt drie condities, Hans, die daar zijn. Een aantal van die pro-democratische uitgangspunten die we samen delen. Een paar heldere afspraken over hoe we op die punten met elkaar in de samenleving omgaan. En ook een beetje empathie. Dat wil zeggen, een beetje zelfrelativering van de eigen positie helpt om die debatten een beetje leefbaar en aangenaam te houden. En ik denk ook dat, ik ben het met Cohen eens, er een grote ruimte moet zijn. En een van de vragen die een onderzoek nog voortdurend wel legitimeert, is denk ik hoe groot de overheid in zijn mentale claims op de samenleving mag zijn om dat duurzaam mogelijk te maken.
en hoeveel ruimte religies moeten geven aan anderen in zo'n samenleving. En ik heb eerder gezegd dat een debat is. Ik begon straks met de resolutie die de grote een opdracht van Oldenbarnevelt schreef over deze eigenlijk zelfde vraag. Dat een aantal elementen in het debat mij ook wel deden denken aan die tijd toen. Dus het is goed om het er nog eens over te hebben, laat ik maar zeggen. Mr. Joas and Mr. Wolf, having heard our discussion, or the start of it, what should be our homework for the next couple of years? Please save our country. I mean, in one sentence, my main reaction to this debate was that I really think one has to put all these political questions into a kind of historical perspective. For example, when you said in the beginning, is the traditional approach to the separation of church and state still viable or something like that? My question would really have been immediately, what does traditional mean here? Probably there are seven meanings or eight or nine. Europe is extremely heterogeneous, for example. I mean, there are very different traditions of the separation of church and state in different European countries. I know from American visitors to Germany, for example, that they think that the German type of separation that includes a lot of support for the churches by the state, from the state, they think that is not an authentic separation of church and state at all, so to speak. I think we have to see these different European arrangements as the result of older conflicts, that it is the most natural thing in the world that new developments like migration, secularization, religious individualization, and so lead us to rearrange all these different arrangements, whether they are of the French type, the German type, the Swedish type, or whatever. So in that sense, don't be hysterical, so to speak. Don't be hysterical about this full body veil topic, but look at it much more in terms, I would say, of social protest, social movement, and so on, the symbolic dimension of people who are not unable to integrate, but who want to convey a certain message at a certain point, and that less, it is less dramatic, probably, than it Let's sounds. Let's not yes. grow hysterical. I will bring that home with me. Mr. Wolf, you rather emphasized the possibilities of approaching religion through the practice, the religious practice. Would that be of some use for us? Well, I would hope so. As I said in my talk, I come from a country that has formally disestablished religion and established separation of church and state as a principle. But much of the discussion in the afternoon has really been about church and culture, rather than church and state. It has been about cultural practices, what people wear, how they act, what they think. And I think it's worth pointing out that while in the United States we separate church and state, we really don't separate church and culture. In fact, if you think that religion is very important, which it obviously is, and if you keep it away from the state, it's going to flow out into the culture. It's confining it in one place, and it will have a bigger impact in another. So our American culture is infused with religion. Television, the media, sports. I don't know in what other country in an athletic event people will cross themselves or talk about how God made the basket go in the basketball, or the basketball go in the basket. This is very common in America. So culture and religion are very much fused. Now, that worries a lot of people because they think that culture should be secular. But I'm not so worried because I think that one thing that might be emphasized more as you discuss this is the idea of reciprocity. That every time religion influences something, it is influenced by the thing that it's trying to influence. And so religion influences our culture, but then in turn, the culture changes religion. I say in my own book, The Transformation of American Religion, that culture and religion are two huge forces that shape how people think and influence how they act. But in America, every time religion and culture meet, the culture changes religion more than religion changes culture. So for example, we use cultural terms that really don't have that much religious meaning.
One cultural term is Christianity, which actually has very little religious meaning. There have been Catholics and there have been Protestants. That's the reality. But we developed this term Christianity as a generic. It's a generic concept. It's a cultural concept. It actually doesn't refer to a specific religion. Then we developed another term called Judeo-Christianity. This had even less to do with religion. This took two religions that kill each other all the time and said, no, now we're one. And I'm thoroughly convinced that we will find the right term that would include Islam in this formulation, that there will be an alternative to the Judeo-Christian tradition, that if you welcome Islam into the culture, in some ways it'll threaten the things that the Dutch have always been used to. But so much of what Islam is will change by being introduced to what is Dutch, that you'll get a reciprocal process that'll create some new... I'm a great optimist when it comes... You also don't strike me as a hysterical type. Thank you for that very much. Ik ga even het rijtje, want ik wil gewoon even inventariseren wat we nog gewoon moeten doen de komende jaren. Helene Dupuy. Nou, ik heb ruimte gekregen om mijn commentaren te geven. Ik ben werkelijk van overtuigd dat we ook terug moeten naar de basics, dat we ook dat meer moeten articuleren en ook de consequenties daarvan voor het gedrag van gelovigen in de samenleving moeten trekken. En dat we ook de hele kwestie van het publieke debat, door welke grenzen dat beperkt wordt, dat we dat nog eens heel goed moeten bekijken. Dus ik denk dat er inderdaad veel te doen is, maar het is ook heel spannend. Maar ik zou ik zou willen aansluiten bij wat Ellen Wolf zei, omdat dat ook aansluit bij een debat wat wij op het ogenblik in Amsterdam hebben. We hebben vanuit het college van burgemeester en wethouders zijn wij van plan om geld ter beschikking te stellen voor een organisatie die de islam centraal stelt. En waarom doen we dat? Vanuit de gedachte dat, om het maar zo te zeggen, de islam in ons land, in onze stad, een kwestie is geworden die dus discussie en debat behoeft. En dan komt dus de vraag op, kan je dat nou doen als overheid, daar flink wat geld voor ter beschikking stellen, terwijl degenen die dat niet vinden, vinden dat je dat niet moet doen, zeggen van ja, maar daarmee bemoei je je als overheid met de islam. Terwijl het, naar het gevoel van ons college, nou juist gaat over de vraag van de verhouding tussen de islam in de cultuur, in de westerse cultuur, in de Amsterdamse cultuur. Dus datgene wat Wolf daar zegt, daar sluit ik het erg bij aan. Maar je ziet dat nou weer de vraag over de scheiding tussen kerk en staat ons daarin of in dat debat een rol speelt. Ja. En de interpretatie van die scheiding dan dus ook, zoals Joas zegt. Moet je dat nou wel doen, moet je dat nou niet doen? Ja. En goed, daarvoor neem ik dan het standpunt in van... hoe ontspannen kan je dat nou doen? Ja. Pietijn Donner, waar ligt het huis weer rustig? In de eerste plaats... denk ik ook in het element dat we niet moeten proberen al deze discussies onmiddellijk tot een discussie over de overheid te maken. En over de overheid en de relatie van met religie. Er ligt een grote vraag op het punt van zingeving, waar mensen behoefte aan hebben. Dan moet je wel degelijk je zorgen maken over sommige manieren waarop daar invulling aan gegeven wordt. In die zin, al te grote pluriformiteit is nou ook niet daverend. We hebben een keer de kerk van Satan gehad. Dat bleek gewoon een bordeel te zijn, maar die wou belasting aftrekken als kerk. Dus er zijn gewoon domweg grenzen. En dat is inderdaad wel een probleem van wat is een geloof en wat is niet een geloof om de samenleving draaiend te houden. Maar inderdaad, vervolgens is het de vraag, hoe kunnen we inderdaad terugkomen aan de ene kant...